De vermeende ruzie tussen Nick Simon is veel besproken. Ze stoppen volgend jaar met hun muzikale duo's Chap, maar willen wel gewoon door met hun lucratieve tv-klussen. Er komt zowel een nieuwe muzikale reisserie aan bij de publieke omroep en ze zullen te zien zijn in de jury van de nieuwe SBS6-show AvaStars. TV-professor Tina Nijkamp denkt dat de twee moeten rekenen op dalende kijkcijfers. Ik denk dat mensen toch doorhebben dat ze elkaar eigenlijk niet meer zo heel leuk vinden. Dat zag je al op tv, hè? Dat was een heel wonderlijke lichaamstaal. Ik denk toch dat mensen het minder leuk gaan vinden, zegt ze in de Boulevard podcast. Ze vervolgt, ik denk toch dat de kracht van het format dat ze hadden de vriendschap was tussen die drie mannen. De vriendschap. Nu is dat wel doorgeknipt. We weten nu dat er niet meer zoveel van die vriendschap over is. RTL Boulevard host Luc Ikink daarop, het is zakelijk. Tina, ja, dus die gesprekjes tussendoor. Ik weet niet wat ze dan nog te bespreken hebben. Of dat Kees Tol de hele tijd moppen gaat vertellen of zo. Kees Tol is het derde wiel aan de wagen in de reisprogramma's van Nick Simon. Komt er in het nieuwe jaar een publieke Nick Simon ruzie? TV-kenner Rob Goossens, ik denk dat ze er te handig voor zijn om dat te doen. Ze zullen elkaar vast niet meer zo aardig vinden als toen ze met elkaar begonnen, maar ik geloof er niets van dat ze elkaar helemaal zat zijn. Die zijn commercieel te slim om nu ruzie met elkaar te maken. Hij besluit, ze moeten nog allerlei shows doen en willen televisie met elkaar blijven maken. Dat gelooft natuurlijk niemand meer als zij de vuile was gaan buiten hangen. Thank you.